Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven Duitsland, boven ons land wat minder actieve bewolking en boven de Noordzee opklaringen. Vanochtend dus eerst overwegend veel bewolking en lokaal een enkele bui, maar van het westen uit breekt de zon steeds vaker door en de temperatuur ligt vanochtend tussen de 16 en 18 graden. Vanmiddag blijft het droog en zien we steeds vaker de zon tussen de wolken door en dan wordt het 20 tot 22 graden bij matige noordwestelijke wind. Vanavond klaart het helemaal op, temperatuur daalt naar 17 tot 19 graden en de wind zwakt geleidelijk aan af. En lokaal kan vannacht een enkele mistbank ontstaan. En morgen zien we eerst de zon, maar van het westen uit neemt de bewolking toe en gaat het later op de dag, vooral in het noorden, licht regenen. Maar met 21 tot 24 graden is het warmer dan vandaag. Maandag valt in het noorden nog een enkele bui en is het 19 tot 23 graden. Maar dinsdag en woensdag blijft het droog en dan wordt het ook warmer. Op woensdag wordt het in het zuidoosten tropisch warm met 30 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaatsen.nl.